Klar? Ja. Okej, Sven. Ik kijk boven dat score op 10-8. Dat is overwinning. Even uw wedstrijd gedaan. Ik denk dat je niet slechter een match kunt leren. Een goede kaart, 0-1 achter. Ik moest die. Een belangrijke schakel die wegvalt. Om een 0-2 achter. Ik kan eigenlijk rusten met 4-2. Dan wordt in de kleedkamer gezegd, man, geef het niet uit handen. De leer is sterk samen. En ik denk dat ik een paar polen ben en dat is weer voor het einde. Ik moet wel ja. Verdediging sterk staan, dat vind ik dan vreemd dat ik opnieuw een score op krijg en we krijgen 8-0. Is dat een manco dit jaar? We zijn met heel veel aanvallende voetballers en ik denk dat de verdediging nog veel werk in het is. Ja. Met die aanvallende spelers moet ik dan zeggen dat we 1 doelpunt meer gaan maken voor deze team. Dus dat moeten we moeten winnen dan? Of 2. Ja. Met 4 op de konto vandaag mag ik even op u de week van de ja. Dus ik denk dat je een goede start hebt. Ja, als je het begin van de week zag, hadden we niet verwacht op de voetbal vandaag. Maar als we het goed komen, zeker over. Ik denk dat we ook Kolben mogen een traditie doen eigen om fit te krijgen. Ja. Ik denk dat ze Brussel ook blij gaan zijn als ze horen dat ze scoren. Dan kom ik nog even terug naar de 4 toppen en dan op 10 week gekwetst. Zwaar gekwetst bepaald, want we zien het resultaat al. 2 weken geleden hebben we een speech gegeven om te zeggen dat ik mijn mentaliteit goed kan kloppen. Mag ik dan deze week zeggen dat dat een fantastische mentaliteit van de beter is? Frank Laas had mij een beetje geprikkeld op Facebook met zijn woorden dat hij vroeger wel kon spelen met zo'n blessure. En ik heb vandaag ook geweest. Dan was ik blij geweest als Frank Laas de helft van de prestatie die nu ooit had kunnen brengen. Voilà. Mag ik het mijn te veel en ik hoop dat ik de dikkels mag de corona aan de camera. Dat is heel goed. Dank u wel.